gemeentebestuur van harte welkom heten op deze ontvangst van de gouden en diamanten bruidsparen. I give to you and you give to me true love, hoorde ik het dameskoor zingen. En ja, de meeste van u heeft 50 of 60 jaar geleden dat ongeveer tegen elkaar gezegd. Ik geef aan jou en jij geeft aan mij. Echte liefde, het ja-woord. Want zoals we hier vandaag bijeen zijn, is tussen 6 september 1963 en 7 februari 1964, zijn er aardig wat mensen weer 50 jaar getrouwd. En er zijn zelfs ook 2 diamanten bruidsparen in ons midden. Welke generatie is dat dan? Wat was dat voor een jaar waarin u elkaar het jaarwoord gaf? Ik vind het altijd leuk om bij zo'n gelegenheid even terug te blikken op, in dit geval 1963 en 1964, het jaar waarin u elkaar het jaarwoord gaf. En waarin ik 5 jaar oud werd, kan ik u verklappen, dus u bent ongeveer de oude burgemeester nu. Eind 1963 was het jaar waar het wereldnieuws toch een paar keer geschokt werd door een paar dramatische gebeurtenissen. Op 2 november 1963 bijvoorbeeld is John F. Kennedy vermoord. Dus voor een aantal van u was dat na de trouwpartij van het voortgaan. John F. Kennedy vermoord, zijn moordenaar, vermoedelijk Lee Harvey Oswald, werd weer opgepakt, gevangen gezet en door ene Jack Ruby weer doodgeschoten. Kortom, dat was een tijd waarin de wereld zijn adem inhield. 1963 was ook het jaar waarin Martin Luther King eerst werd gevangen gezet en later weer, eenmaal vrijgekomen, zijn beroemde toespraak hield waarin hij zei: ik heb een droom, I have a dream, dat blank en zwart ooit in Amerika samen zullen kunnen wonen. En zijn droom is voor een deel waarheid geworden. Ik denk dat de verhoudingen in Amerika zeker anders zijn dan in 1963. En af en toe zou je je nog de vraag kunnen stellen: is werkelijk gelijkheid en vrijheid voor iedereen weggelegd? Dat vragen we ons af als we naar Sochi kijken, maar dat mogen we ons ook afvragen als we naar Amerika of naar ons eigen land kijken. 1964 was ook het jaar waarin Nelson Mandela tot levenslang werd veroordeeld. Toen werd hij gestraft en later is hij op Robben Eiland terechtgekomen, waar hij tientallen jaren heeft gesproken, maar ook nagedacht en gewerkt aan een terugkeer in Zuid-Afrika, het land waaruit hij verbannen werd naar dat Robben Eiland. En die dan ook nog mee mag maken dat hij zoveel jaar na dato daadwerkelijk weer voet aan land zet in Zuid-Afrika. En dat is notabene ook de eerste zwarte president van het land wordt. Een prachtig moment ook in de wereldgeschiedenis. Gebeurde dat ook eens in Nederland in 1963-64? Jawel, prinses Irene trouwt met Carlos. Die heeft niet zo lang volgehouden als jullie. Jullie zijn er nog, maar Irene en Carlos zijn ook niet meer zo'n hechtpaar als jullie zijn. Maar ze zijn wel in dat jaar ook getrouwd. Ook een gebeurtenis die ook samenhangt met waar ik het zojuist over sprak, is Monsieur Beckers. Onze aller Monsieur Beckers. Die in dat jaar ook voor het eerst sprak op tv openlijk over geboortebeperking. Ja, daar hadden we het nog niet over gehad, hè. Ik kom ook uit de tijd dat als er niet ieder jaar een kind werd geboren, dan kwam de pastoor op bezoek en die zei van: gos, alle jaar geleden is er iets aan de hand. Want dat was toch zo, als je getrouwd was, dan moest er eigenlijk liefst ieder jaar een kind komen tot er een stuk of 11 waren. Maar Monsieur Beckers die sprak zo'n beetje over geboortebeperking, dat je dat zelf kon regelen, dat je als mens ook een wens had daarin. Nou, dat was een tijd ongeveer, als ik hem zo even schets, waar de gouden bruidsparen die hier aanwezig zijn, een huwelijk in zaken vertrekken. Zullen 70 gouden bruidsparen hun 50 jaar huwelijk uiteraard vieren in de gemeente Best. 12 diamantenparen hun 60-jarig huwelijk. En 3 briljante echtparen hun 65-jarig huwelijk. En degene die intussen als gouden bruidsparen langs getrouwd is hier, dat zijn de heer en mevrouw Meulendijks Heijmans, die getrouwd zijn op 6 september 1963. Mag ik u naar voren vragen? Dat kan bestaan. In 1963 gaven we elkaar het jaarwoord de heer en mevrouw Kastelein Eikens. De heer Rommelsen tegen mevrouw Van der Bigelaar, ja, ik wil.
Dan komen we nu bij een van de twee diamanten bruidsparen van vandaag. Dat zijn de heer en mevrouw van de Sanger Burghout, die elkaar het jaar wordt gaven op 8 oktober 1953. Oktober 1963, de heer en mevrouw van Kuik van der Ven.